Hardware Info TV wordt mede mogelijk gemaakt door eWent. In deze aflevering van Hardware Info TV, AMD's nieuwe Ryzen Threadripper processors. Welkom bij Hardware Info TV. Gisteren was een belangrijke dag voor AMD. Zij introduceerden de Ryzen Threadripper processors en daarmee doen ze voor het eerst in ruim 10 jaar weer mee in het high-end desktop segment. Ja, het is wel een beetje traantje wegpinken eigenlijk, want inderdaad, het afgelopen decennium eigenlijk was het zo dat als je een echte high-end processor wilde kopen, dat je maar bij één fabrikant terecht kon en dat was Intel. Ja, wij kennen allebei nog de tijd van de Athlon 64 FX processors, zeg maar begin van deze eeuw. Dat was toen wat je wilde hebben. AMD kon processors voor 1000 euro verkopen. Maar ineens kwam in 2006 Intel met de Core 2 Duo. Werd AMD ingehaald. Die kwam met Bulldozer. We weten allemaal hoe dat is afgelopen. Het antwoord van AMD was zeg maar niet heel succesvol. En ja, ruim 10 jaar heeft het dus geduurd. Maar nu durft AMD het eindelijk weer op te nemen tegen Intel. Juist in dat segment van processors van 1000 euro. Ja, en dat zagen we eigenlijk al een paar maanden geleden toen ze met Ryzen kwamen. Dat is het segment eigenlijk voor de helft van die prijs. Dus tot ongeveer 500 euro. En nu dus ook het echte high-end segment waar Intel nog wel in zijn eentje het voor het zeggen had. En dat is redelijk onverwacht. In de zin van, al de afgelopen paar jaar zijn we natuurlijk altijd, hebben alle geruchten over de Zen-architectuur en uiteindelijk dus over de Ryzen-processors in de gaten kunnen houden. Er was nooit echt sprake van het feit dat ze ook in dat topsegment mee zouden willen gaan spelen. Totdat ze in mei AMD tijdens hun Financial Analyst Day ineens eigenlijk uit het niks de zogenaamde Threadripper-processors aankondigde, waarbij ze dus zeiden, wat wij van plan zijn, is gewoon simpelweg twee van die Ryzen chips combineren in één processor. En als je dus twee 8-core chips in één processor stopt, dan krijgen we daarmee een processor met in totaal 16 cores en in plaats van niet dual channel geheugen, quad channel geheugen en in totaal zelfs 64 PCI Express lanes. Zijn eigenlijk alle dingen die je dus nodig hebt om in dat high-end segment mee te doen. Ja, en het is dus, we hebben hier twee Ryzen's liggen. Het is letterlijk 1 plus 1 is 2. Ja. Het is een wat minder charmante oplossing, zou je kunnen zeggen, als echt een single chip. Aan de andere kant, we zullen straks zien dat het uitstekend werkt voor wat ze ermee willen. Ja. En het is dus inderdaad een slimme oplossing om met een architectuur die eigenlijk niet in de basis niet mee kan met wat Intel in het topsegment doet, het toch voor elkaar te boksen. Ja, en kijk, aan wat dat betreft heeft AMD gewoon niet heel veel keuze. Kijk, laat duidelijk zijn, de R&D, Research and Development budgetten die AMD heeft, is natuurlijk een fractie van wat Intel heeft. En Intel kan vrij makkelijk, ik bedoel, het blijft ingewikkeld, maar vrij makkelijk meerdere varianten van zijn chip maken met echt meerdere cores erin. Al is het maar omdat Intel natuurlijk ook dé gevestigde naam in de servermarkt is en zeg maar chips met heel veel cores daar makkelijk kan verkopen. AMD heeft op dit moment eigenlijk geen marktaandeel in de servermarkt. Proberen ze wel terug te gaan winnen, maar op dit moment is het nog steeds nul. Intel heeft natuurlijk ook heel lang het voordeel gehad dat ze de enige waren. En dat is dus ook wat de gek ervoor geeft. Dus die konden ook prettige marges maken wat ze weer in R&D konden stoppen. Dus dat was een beetje een perpetuum mobile aan de Intel kant. Dus budgetten om echte 16-core chips of 32-core chips te maken heeft en had AMD niet. Maar door inderdaad op een slimme manier door chips te combineren kunnen ze dat toch doen. Nou, en dan voor de desktop resulteert dat dus in Threadripper, waarvan ik meteen moet zeggen, ik vind het de beste processornaam ooit. Ja, we dachten eerst dat het alleen maar de working name zou zijn aan de achterkant, maar ze noemen hem echt ook gewoon Threadripper. Ja, je merkt wel echt dat de marketingafdeling van AMD, die draait echt op volle toeren. Dat zie je bijvoorbeeld ook al aan de verpakking. Nou, dit is gewoon, zo ga je hem ook gewoon daadwerkelijk kopen zo, in de winkel. Zo ga je hem echt kopen. Dus niet van die lullige kartonnen doosjes zoals bij Intel, dat je denkt van ik geef net 1000 euro uit en ik krijg hetzelfde doosje als waar ook een Pentium in kan zitten. Nee, je krijgt hem echt in een mooi ding je koopt wel echt wat. Je koopt en de verpakking zelfs tot aan de juiste schroevendraaiers zit erbij. Dus ja, dat is wel aardig. Het gaat een beetje van hak op de tak, maar de chip is ontzettend groot. We hebben hier eentje. Het is echt bijna een vierkante meter CPU. En er is dus ook een nieuwe socket voor. En ook de manier waarop je hem in die socket plaatst is eigenlijk anders dan wat we tot nu toe gewend zijn. Je slijt hem er eigenlijk als het ware in. En dan draai je met de meegeleverde tool draai je de torx op de bracket van de socket vast. En dat is ook wel een manier die zorgt dat de pinnetjes in de socket ze eigenlijk zo veilig mogelijk worden behandeld en dus niet kunnen verbuigen. Ja. En dat is ook gewoon wel tof, omdat het is wel echt een dingetje waar je even mee bezig bent om hem erin te zetten. Ja, ja, en ja, nogmaals, je koopt echt wat, want die processors zo groot hebben we ze zelden gezien in de desktop. Doet mij nog een beetje aan de Pentium Pro's denken. Die kwamen volgens mij een klein beetje in de buurt viel heen. Nou, genoeg over het verleden. Terug naar het heden. Drie modellen van Threadripper heeft AMD aangekondigd, waarvan er twee
per direct beschikbaar zijn. Het topmodel is de 1950X. Dat is het model waarin alle 16 cores zijn ingeschakeld. 16 cores uiteraard met SMT. Dat betekent dus dat ze 32 threads tegelijkertijd kunnen verwerken. Ja, dus als je in Windows in je taskmanager kijkt, zie je daar 32 cores feitelijk. Exact. Mooie grafiekjes. 3,4 GHz wijkt die standaard op. Maximale turbo van 4 GHz. En met XFR kan dat zelfs naar 4,2. En deze chip heeft een adviesprijs van $999. Dus van $1000. In Nederland zien we hem nu nog voor ongeveer €1100. Maar ik verwacht dat dat snel richting de 1000 euro gaat. Wij nemen dit op de dag voordat hij daadwerkelijk uitkomt. En hij staat op dit moment bij twee shops. Dus dat zal, als het aanbod toeneemt, waarschijnlijk nog wat gaan zakken. Ja, wel wat van belang is. Die prijs is dus in ieder geval in dollars identiek aan die van de Core i9-9700X. En dat is Intel's huidige topmodel. Dat is een 10-core processor, Skylake X. En dit is dus een 16-core chip. Nou, dan is er ook een goedkopere. Voor $800, dat is de Threadripper 1920X. Die heeft iets minder cores, die heeft er 12. Wat ze daarbij doen is eigenlijk van die beide chips zijn van de 8 cores worden er 6 ingeschakeld. 2 keer 6 is 12. 12 cores dus, 24 threads, 3,5 GHz en ook 4 GHz maximale turbo. En op een later moment, dat zal eind van deze maand zijn, komt er ook nog een 1900X. En dat wordt een variant met 8 cores. Ja, dan zul je misschien denken, 8 cores, dat kennen we al, want de normale Ryzen's zijn natuurlijk ook 8 core. Maar het voordeel wat Threadripper wel in alle gevallen heeft, is natuurlijk quad-channel geheugen en die 64 PCI Express lanes. En weten we wat die gaat kosten? Ja, die gaat dus $549 zijn. Dus ja, laten we daar maar vanuit gaan dat het ook ongeveer €550 à €600 wordt. Dus ietsje duurder dan een 8-core Ryzen, maar dus wel met die voordelen van extra geheugenkanalen en extra PCI Express links. En dan zien we hier schematisch hoe die chip van binnen in elkaar zit. En we zeiden het al, het zijn eigenlijk gewoon twee Ryzen processors die door een extra Infinity Fabric aan elkaar gekoppeld zijn. Ja, Infinity Fabric, daar hebben we het in de uitzending over Ryzen uitgebreid over gehad. Dat is eigenlijk die nieuwe bus die AMD binnen haar processors gebruikt om alle onderdelen met elkaar te laten communiceren. Ze hebben daar nu een algemene bus voor ontwikkeld die ze voor zowel CPU's als GPU's kunnen gebruiken. Dus Infinity Fabric zal binnenkort ook in de Vega GPU wordt het ook gebruikt. Maar bij Threadripper gaat die Infinity Fabric dus ook de chip uit. En beide chips in de processor communiceren dus ook via dat Infinity Fabric met elkaar. Daar moeten we natuurlijk wel. We zeiden natuurlijk al, dit is wel echt eigenlijk de Achilleshiel van het hele concept. Want iedereen zal begrijpen dat als je één fysieke chip met 16 cores erin maakt, dat altijd sneller zal werken dan twee 8-core chips met elkaar verbinden. Ja, er zit feitelijk gewoon een bruggetje tussen. Exact. En wat we ook in onze geschreven review uitgebreid hebben geanalyseerd, is dat je ook wel echt ziet dat als cores uit de ene chip data nodig hebben van de cache uit een andere chip. Of wat natuurlijk ook het geval is, beide chips sturen twee geheugenkanalen aan. In totaal zijn het er 4. Maar als de core uit de ene chip data nodig heeft uit de geheugenkanalen van de andere chip, moet dat over die Infinity Fabric en betekent dat gewoon een hogere latency ofwel een langere wachttijd voordat die data beschikbaar is. Maar goed, we gaan het straks uitgebreid over de prestaties hebben. Dit is hoe het in de basis werkt. Wat AMD ook heeft gedaan is een nieuwe utility gemaakt waarbij je de chip kan tunen naar wat je wil en ook naar waar je mee bezig bent. Ja, Ryzen Master kennen we al van de bestaande Ryzen processors. Is gewoon een gebruiksvriendelijke en ik vind zelf ook aantrekkelijk vormgegeven tool om je processor te overklokken. Daar zijn nu bij Threadripper een aantal opties bijgekomen die we dan toch inderdaad even kort moeten bespreken. Al is het maar omdat er een zogenaamde game mode is die ze standaard inschakelt. Nou, misschien wel de belangrijkste is de legacy compatibility mode. Want waar kwam AMD achter? Er zijn de nodige oudere applicaties en een aantal oudere games zijn daar mooie voorbeelden van. Far Cry 1 wordt genoemd, wat oudere dirt games. Die starten simpelweg gewoon niet op als je meer dan 20 virtuele cores hebt. Niemand weet waarom, maar tot 20 gaat het goed. En vanaf 21 is het gewoon dubbelklikken en zwart scherm. Nou, wat er met die legacy compatibility mode gebeurt, is dat in principe alle cores van de tweede chip worden uitgeschakeld. Dus je 16 core
processor wordt dan in feite gewoon een 8-core. Maar nou, wel allemaal binnen diezelfde unit. Allemaal binnen diezelfde unit. En laat eerlijk zijn, voor de applicaties waarvoor je dit zou willen inschakelen, die ondersteunen toch niet meer cores, dus is dat prima. Nee, Far Cry 1 is dan ook weer niet zo enorm CPU-afhankelijk dat dat een probleem gaat zijn. Exact. Voordeel is dan ook nog eens dat je wat minder vaak die Infinity Fabric bus over moet, want je hoeft niet meer in andere caches te gaan kijken. Het hoeft eigenlijk alleen nog maar voor de geheugenmodules die aan de andere chips zijn verbonden. Dus die latencies worden ook korter, dus in dat soort applicaties heb je dan ook meteen een klein voordeeltje qua prestaties. Ander ding is de Memory Access Mode, dat is dat knopje daar. Die staat standaard op Distributed. Dat betekent dat data zoveel mogelijk over alle vier de geheugenkanalen wordt verdeeld. Dus als data wordt weggeschreven, gaat dat direct naar vier geheugenmodules tegelijkertijd voor zo hoog mogelijke bandbreedte. Zodra die op local staat, wordt data zoveel mogelijk puur op de modules weggeschreven die direct zijn verbonden met de chip waarin de applicatie draait. Met als voordeel dat het dus ook weer niet gedeeltelijk over die extra Infinity Fabric bus hoeft te gaan. Exact. Dus de bandbreedte gaat door tweeën, maar de latency wordt ook korter. Nou, wat AMD in feite zegt, vooral voor oudere games kan het dus zijn dat die combinatie van de helft van de cores uitschakelen en die memory op local mode, dat voor betere prestaties zorgt. Dus in Ryzen Master hebben ze een knop game mode. Als je die indrukt, dan gaan die dingen aan en zit je dus in die modus. De creator mode is gewoon standaard, dus compatibility uit en memory op distributed. En dat is ook gewoon de standaard optie. Ja, en daarvan zegt AMD eigenlijk ook van in misschien wel 99% van alle gevallen is dat ook gewoon de beste optie. Ja, en we hebben daar verderop nog wat benchmarks van. Maar dat kunnen we nu wij al zeggen. Wij onderschrijven dat. Wij onderschrijven dat. Laat die hele game mode, tenzij je echt een game hebt die niet opstart, laat het lekker zitten en laat het ding lekker standaard staan. Nou, dan toch nog heel even het platform, want een nieuwe socket betekent gewoon een nieuwe generatie moederborden. Ja, en uiteraard, er zijn er inmiddels een aantal, er zullen er meer gaan komen. En goedkoop gaan die moederborden niet worden? Nee, we zien nu echt al prijzen van zo'n 400 tot 600 euro. Het zijn moederborden met de zogenaamde AMD X399 chipset. Beetje flauw van AMD, want Intel... Klinkt beter als 299. Ja, Intel zit nu met X299. Nou, je weet nu al dat Intel eigenlijk de volgende chipset zou 399 moeten worden. Maar ja, die naam is nu geclaimd. Maar alle gekheid op een stokje. Kijk, waarom zijn die moederborden relatief duur? Is natuurlijk omdat ze veel mogelijkheden, veel opties hebben. En dat komt voornamelijk voor rekening van die processor. Er zitten 64 PCI Express lanes vanuit de processor alleen al. Vier daarvan zijn nodig om de chipset aan te sturen. Maar dat maakt dat er nog altijd 60 overblijven. Ja, dan kun je probleemloos 4 videokaarten aansturen. Dus al die borden hebben minimaal 4 PCI Express keer 16 sloten. Dan blijven er ook nog genoeg lanes over voor heel wat SSD's. Dus de meeste van die borden krijgen ook 3, soms nog wel meer van die M.2 SSD sloten met 4 PCI Express lanes. Dus bedenk het qua functionaliteit en het zit hier wel op. Ja, het worden sowieso, het zijn high-end processors, dus die moederborden worden ook gewoon moederborden waar alles op en aan zit wat je kan denken. Dus maar aan de andere kant maakt het wel lastig ten opzichte van Intel, want die X299 moederborden weten we van, die zijn ook bepaald niet goedkoop. Ja. Maar dit zou, en dan nogmaals, we nemen dit op voordat het daadwerkelijk echt allemaal in de winkel ligt, dus we weten niet helemaal hoe het uit gaat kristalliseren. Maar dit zou best nog wel eens kunnen zijn dat het prijsniveau ietsjes hoger komt te liggen van die moederborden dan dat van de Intel. Ja, wat je bij Intel ziet is dat moederbordfabrikant ook gewoon goedkopere, alles is relatief natuurlijk, goedkopere X299 borden hebben uitgebracht. Nu bij AMD zie je dat eigenlijk alle fabrikanten maar eens beginnen met één bordje en uiteindelijk misschien 2. Denk je in het water om te kijken of het nat is? Exact. En mocht Threadripper uiteindelijk een succes worden, ja, dan zullen de fabrikanten natuurlijk vermoedelijk ook met meer borden komen. En hopelijk dus ook met wat goedkopere varianten. Nou, en dan waar het eigenlijk allemaal om draait en waar we het ook al over hadden in het begin van de uitzending. Eindelijk kan AMD weer eens bovenaan wat grafiekjes komen te staan. En het was serieus gewoon. Ja, als je mij 3 jaar geleden had gezegd van over 3 jaar zit je hard in voor tv te presenteren. En dan heb je grafieken van processortests staan waarbij AMD bovenaan staat. Dan had ik je vermoedelijk heel hard uitgelachen. Maar het is daadwerkelijk het geval. Als we kijken in eerste instantie naar multithreaded benchmarks. En dan voornamelijk eigenlijk een beetje de hoek van de content creation. Dus videobewerking, 3D-rendering, fotobewerking, dat soort zaken. Dat is waar zo'n platform als dit echt voor is bedacht. Daarvoor wil je het hebben. En daar doet AMD het met hun 16-core en 12-core processor toch echt wel beter dan Intel met dat 10-core topmodel. Cinebench
Mooi voorbeeld, de snelste Intel desktop processor tikte 2200 punten aan. AMD, de snelste, gaat de 3000 punten voorbij. Ja, dat zijn geen subtiele verschillen. Dat is een aardig verschil. Premiere Pro, daar doen we een benchmark waarin we kijken hoe lang duurt het om een minuut hard info tv te renderen met vier camera's, standpunten en kleurcorrectie en allemaal dingen waarvan jij veel meer verstand hebt dan ik. Maar uiteindelijk zie je dat Intel daar met hun snelste processor, heb je daar ruim 2 minuten voor nodig. En AMD doet dat binnen 110 seconden. Ja. Coderen van video x264. Nou, de grafieken spreken voor zich. De twee rode balkjes staan in al die multithreaded workloads heel netjes bovenaan. Ja, en dit zijn dus wel allemaal workloads, realistische workloads, maar wel workloads die ontzettend goed schalen naar meerdere cores. Ja, want heel eerlijk, als we kijken naar single-threaded workloads, ja, dan mint Intel. Ja, dat zagen we ook al bij Ryzen tegenover de processors die op dat prijspunt bij Intel zijn. Intel heeft dat gewoon net wat beter voor elkaar. Aan de andere kant is het ook niks om je voor te schamen. De verschillen zijn aanzienlijk. Ik bedoel, de snelste Intel-processen zijn aanzienlijk sneller, maar de Ryzen komt wel gewoon lekker mee. Ja, en dan hebben we nog bij Threadripper als voordeel dat de zogenaamde XFR-frequentie, dus die allerhoogste klokfrequentie die bij single-threaded workloads mogelijk is, is nog ietsje hoger dan bij de standaard Ryzen. Dus 4,2 in plaats van 4,1 gigahertz. Dus daardoor zie je ook dat in veel van dat soort benchmarks, ja, de rode balkjes net wat langer zijn, of in het geval van lager is beter, net wat korter dan de groene balkjes. Dus het is inderdaad niks om je voor te schamen, maar hier wordt de topscores van Intel niet geëvenaard. Nou, dan games. En dat is eigenlijk het verhaal, ja, wat we ook al bij Ryzen hielden en wat bij Threadripper nog steeds geldt. Voor games is Intel nog altijd de beste, al moeten we daar wel direct wat kanttekeningen bij plaatsen. Ja, sowieso moeten we hierbij zeggen, wij testen games met 1080 Ti in een Full HD resolutie. Waarom doen we dat? We zoeken naar een instelling waar de processor de bottleneck is, niet de videokaart de bottleneck. Kijk, als je gaat gamen in 4K, dan zit je bottleneck echt bij je videokaart en maakt het bij wijze van spreken niet meer uit wat voor processor je erachter zet. Dan is het altijd even snel. Maar juist door in Full HD te benchmarken is de processor toch nog geregeld de bottleneck. En dan zien we gewoon dat Intel sneller is en dat komt gewoon door die hogere IPC en in veel gevallen gewoon de wat hogere klokfrequenties. Want games zijn er eenmaal niet heel geweldig multithreaded. Het wordt steeds beter, maar is nog niet wat het zijn moet. Maar sowieso kun je natuurlijk je afvragen of dit überhaupt een ideaal platform is voor gaming. Ja, €1000 uitgeven aan een processor binnen een gaming systeem is eigenlijk gewoon zonde van je geld. Je kan het beter stoppen in een snellere GPU of desnoods in een extra GPU erbij. Want ja, we weten gewoon dat een aanzienlijk goedkopere processor gewoon in de praktijk net zo goede prestaties levert. Dus wil je een gaming systeem bouwen, doe het dan vooral niet. Exact. En Intel zegt voor Skylake X en AMD zegt voor Threadripper dat het het beste ter wereld is voor gaming. Ja, dat doen ze voornamelijk omdat ze weten dat gamers snel met de flappen klaarstaan om het eraan uit te geven. Er wordt ook een beetje argumenten bij gezocht van ja, als je nu een gamer bent en je wilt tegelijkertijd ook streamen naar Twitch of YouTube, dan en je bent dan op de achtergrond ook nog eens video aan het coderen. Nou, als je al drie dingen tegelijkertijd doet, gaat dat sneller. Het zal allemaal waar zijn, maar ja, ik denk 99% van de gamers is gewoon aan het gamen en doet op de achtergrond geen andere dingen. Dus precies wat je zegt, voor een gamesysteem, laat het lekker zitten. En dan nog eventjes die speciale game mode. Wat heeft dat voor invloed? Daar hebben we naar gekeken en daar zien we eigenlijk geen positieve resultaten. Nee, dat zal er rijk mee te maken hebben dat wij relatief moderne games gebruiken voor onze tests. Die dus wel ook van meerdere cores gebruik kunnen maken? Exact. En dan zie je dus zelfs die game mode een negatieve invloed heeft op de prestaties. Niet eens een positieve. Dus ja, dat bewijst echt maar, laat die hele game mode lekker voor wat het is. Puur als je een oude game hebt die gewoon niet opstart, dan kun je er even naar overschakelen. Anders lekker laten zitten. We hebben ook nog heel even gekeken naar wat sneller geheugen doet bij Threadripper. Juist ook omdat we weten dat die Infinity Fabric Bus, die bij Threadripper nog veel belangrijker is, omdat die twee chips verbindt, dat de snelheid daarvan toeneemt als je sneller geheugen hebt, omdat hij op hetzelfde klokfrequentie werkt. Nou, als we het overstap maken van DDR4 2667 naar 3200, merken wij bij games een prestatietoename van zo'n 4%. Dat is prima meetbaar, maar tegelijkertijd moet ik ook zeggen, dat kost je op 64 gigabyte geheugen al snel zo'n €150. Dus en die 4%, waard. Of dat merkbaar is, dat betwijfel ik heel erg. Het is in ieder geval niet de €150 waard wat ons betreft. Nee. Maar goed, als we alles concluderen, als je een content creator bent, als je een gamer bent, lekker laten liggen, maar dat geldt ook voor die high-end Intel 10-core processors. Maar als je content creator bent, dan is het eigenlijk gewoon wel een super interessante processor. Ja, ik zou zelfs gewoon zeggen mission accomplished voor AMD. Zij wilden echt gewoon weer
Intel terugpakken waar het pijn doet, om het zo maar te zeggen. Eindelijk gewoon weer bovenaan in die grafieken en de snelste desktopprocessor hebben. En we kunnen toch niet anders concluderen dat dat gewoon gelukt is. En uiteraard, we weten, Intel heeft ook nu 12 en 14 en 16 en 18 core processors in het verschiet. Ja. Allemaal absolute reactie hierop. Die hebben nooit op roadmaps gestaan. En opeens kondigde Intel ze aan. Maar die zijn er nog niet. Nee. Op dit moment echt de conclusie moet zijn, AMD is de snelste. En daar kunnen we ze alleen maar mee feliciteren. Van harte. Tot zover Hardinfo TV voor vandaag. Wij zijn er op iedere maandag, woensdag en vrijdag. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.